Als er iemand is die NEC moet kunnen typeren, dan is het wel Davy Prupper. Geboren in Arnhem, opgegroeid met en gespeeld bij Vitesse. En dus kun je geruststellen dat de middenvelder van PSV het klappen van de Nijmeegse zweep goed kent. Hoe kijk jij naar die wedstrijd? Mag je nek zeggen trouwens? Sommigen zullen het minder leuk vinden, maar in Arnhem mogen we nek zeggen. Ja. Zo vaak daar gespeeld. Leuke wedstrijden altijd. Veel sfeer, acties ook. Dat is altijd leuk om weer heen te gaan. Ja. Kan je ook een beetje vertellen wat voor type ploeg het is? Dit seizoen doen ze het heel goed. Goede overwinning behaald en doen bovenin mee. Daarin is het wel wat anders dan de laatste jaren, denk ik. Lastig ploeg, ja. Kijk even naar 26 september. Wonnen jullie met 2-1, maar het was wel heel nipt, hè, toen. Het was een beetje een wedstrijd die op karakter gewonnen moest worden. Ja, nee, ook die wedstrijd hadden we het best lastig, ja. Gelukkig win je hem met gewoon een goede overwinning, ja. Daar gaan we zondag ook weer voor, ja. Zeer waarschijnlijk ook weer met Marco van Ginkel naast zich. Oud-ploeggenoot van Vitesse en nu samen bij PSV. Over de twee werd ooit gezegd dat ze niet samen op één middenveld zouden kunnen spelen. Volgens mij hebben jullie bewezen dat dat gewoon prima gaat. Jawel, nee, maar dat hadden we toen ook al bewezen. Tenminste, we hebben aardig wat wedstrijden samen gespeeld. Toen werden er andere keuzes gemaakt. Daar was ik niet tevreden mee, maar... Hij wel nu hopen we dat anders natuurlijk. Ja. En geeft het voor jou voetballend nog een extra dimensie, hem naast je? Of hoe verschillend is het bijvoorbeeld met een Cuadrado naast je? Allebei verschillende types natuurlijk. Cuadrado al wat meer ervaren, ouder en toch iets meer controlerend. Marco is degene die veel loopvermogen heeft, veel diep gaat en... Dus dat zijn twee verschillende types en daar zul je anders mee moeten spelen. Davy Prupper en Marco van Ginkel. Een prima combinatie dus. Samen hebben ze maar één doel voor ogen. Je wil kampioen worden en daar blijf je voor gaan. En ook al, nu staan we eerst en dan moeten we dat vasthouden. Ja. Dat is nog steeds dezelfde doelstelling, alleen je staat er nu al, je hoeft niet te jagen. Nee.